Derk's verhuizingen met een vordering van 16.000 euro is de grootste schuldeiser van MOBA 2013. Derk's wil dat de gemeente Arnhem het financiële gat op de begroting van de commercieel mislukte modebiennale dicht. We staan hier bij Derk's verhuisbedrijf, maar u heeft eigenlijk nog iets te verrekenen met de MOBA. Kunnen we daar iets meer over vertellen? We hebben nog een vordering op de stichting MOBA inderdaad. Een forse vordering, althans in onze ogen een forse vordering. En helaas is de stichting namens de gemeente provincie in Artes niet meer bij machten om die vordering te voldoen. Ja, want hoe is dit ontstaan? Wij weten sinds kort dat dat mede is ontstaan door een tekort van verkopen van kaarten. Heel erg jammer en teleurstellend voor een heel mooi evenement. Maar dat is een van de achtergronden, ja. U heeft meegeholpen met de verhuizing van diverse objecten voor de MOBA. Maar u heeft nog een verrekening te verheffen met de MOBA. Kan u daar iets meer over vertellen? We hebben inderdaad alle kunstobjecten die tentoongesteld zijn voor het MOBA-evenement afgelopen jaar, hebben wij van over de hele wereld naar Arnhem toe gebracht en weer retour gebracht. Maar als we hadden geweten dat wij 16.000 euro op een totale vordering hadden moeten laten vallen, hadden wij dat natuurlijk nooit gedaan. Nou, is het plan van de gemeente om 40% van het totaalbedrag terug te storten. Bent u daarmee eens? Nou, het plan is niet van de gemeente om 40% terug te storten, maar het MOBA-bestuur heeft ons een voorstel gedaan of wij kunnen instemmen met 40% van onze vordering. En dan de rest van de vordering dus laten vallen. Daar zijn we ons nu over aan het beraden of wij ons daarmee kunnen instemmen. En dat is initieel niet zo, want we hebben een vordering van 100%. En wij gaan niet zomaar 60% teruggeven. Vooral niet op basis van de voorwaarden die de gemeente zelf stelt om deze vordering mogelijk te maken. Ja, en samen met nog iemand bent u twee van de 25 die niet tevreden is met dit voorstel. Hoe gaat het eruit zien in de toekomst? Goeie vraag. Ik heb geen idee. De toekomst die is wel overigens, het is ongeveer 5 voor 12, dus de toekomst die is kort. Dus wij kijken niet meer maanden of weken vooruit, maar dagen. En de toekomst ziet er als volgt uit. Enerzijds gaan wij niet akkoord bij met de overgebleven crediteuren die het niet eens zijn met het voorstel. Dan dient het stichtingsbestuur haar faillissement aan te vragen. Dat is één scenario. Het andere scenario is dat wij akkoord gaan. En dat wij dus inderdaad 60% van onze vordering dienen te laten vallen. En dan bestaat het stichtingsbestuur, wordt opgeheven. En dan is de naam MOBA is voor de gemeente en dan is het ten einde. En hoe gaat het dan voor jullie eruit zien als er geen MOBA meer komt? Als er geen MOBA meer... We bestaan niet alleen maar op basis van werkzaamheden van MOBA. Dus het was wel een prachtig project. Ook weer heel veel ervaringen mee opgedaan. De stichting was uitermate tevreden. Alles was op tijd. Alles is ook weer op tijd teruggegaan naar de ontwerpers. En dan gaan we blijven nationaal en internationaal verhuizen. Gaat u dit dan, of gaat u het op dat moment ook toch nog ergens financieel voelen? Ja, maar dat kan niet anders. Dat kan niet anders als je 60% of misschien straks nog meer bij faillissement. Dat je dan gelden moet laten vallen. En dat komt natuurlijk nooit uit. Maar zeer zeker niet in deze tijd.